Ja, het heeft een beetje gerommeld hier in de gemeente natuurlijk. En dan zijn een beetje zo van wie wel en wie niet. Dus ja. Maar ik ben eruit. En welke is geworden? PvdA. Waar heb je op gestemd? Op de SP. En waarom? Omdat ik meer met de SP heb dan met andere partijen momenteel. En waarom is dat zo? Privé redenen. Op welke partij heeft u zojuist gestemd? Nou, dat is alleen Fermien en niet Fernande. Ja. Nou, ik heb hetzelfde gestemd als mijn vrouw. Dus. Ik heb gestemd op de Partij van de Arbeid. En waarom heeft u daarop gestemd? Ik denk dat ik van kind af aan een beetje die opvoeding heb gehaald. En dat ik vertrouwen heb dat ze voor de mensen zijn. Voor de arbeiders, voor de minder bedeelden. Ja, ik heb vertrouwen in die partij, ondanks alles. Ik heb gestemd op de CDA. Ik ben niet rechts, ik ben niet links. Ik ben meer van het midden. En ik denk dat de CDA daar in mij het beste past. Ik vind stemmen sowieso heel belangrijk. Je hebt het niet voor niks gekregen. Nu heb je een stem, nu kun je laten weten wat je wilt. Ja, en mensen die niet stemmen en een grote mond hebben, die moeten gewoon hun mond houden.